Bij gate D9 landde gistermiddag een vliegtuig uit Barcelona. Was meester Staatsen alweer bij Cruijff geweest? Kwam Johan nu zelf naar Nederland om te onderhandelen? Maar nee, het waren zijn schoonouders die terugkwamen van een familiebezoekje en dus helemaal op de hoogte waren. Ja. Wat zo heet ik. Ja, of moet ik mag ik allemaal Cor zeggen? Je mag zeggen wat je wil. Ja? Ja. Je mag me uitschelden ook, maar wel ja? Tegen 50 gulden per uur. Oké. Okay. Hoe staan we met Johan en de KNVB? Heel positief. Heel positief? Ja. Weet je het zeker? Heel zeker. Want ik maak me zorgen. Moet je niet doen. De jongens van die KNVB die doen daar weer veel te lang over. Jongens, zeer te spreken over die meneer Stranissen, dus dat zal wel goed zitten. Daar is hier zeer over te spreken. Zeer. Gaat Johan het doen? Volgens mij wel. Moet je eens even goed luisteren. Ja. Mevrouw Koster krijgt van Harry een doos bonbons. Daarna begint hij haar meteen het hemd van het lijf te vragen. Alsjeblieft. Gaat het door? Die is zo'n knappe man. Ik denk het wel. Je denkt dat het doorgaat? Ja, denk ik. En waar maak je dat op? Nou, gewoon omdat Johan wil wel. Ja. En dat hij overal positief over spreekt. Jij denkt dus dat het doorgaat? Ja. En dat zeg je serieus? Dat zeg je heel serieus. Hoe zit het dan met de gezondheid van Johan? Ja, dat is ook even. Dat is inderdaad dat is natuurlijk een groot punt. Ja, wel, dat is ook niet makkelijk. Want bijvoorbeeld een heel seizoen Barcelona, dan nog eens eventjes het Nederlands elftal en dan gelijk weer door met Barcelona. Ja, dat is inderdaad erg veel. Vind ik ook erg veel. Dus? Ja. Nou, moet hij zelf bekijken. Die verantwoordelijkheid moet hij zelf dragen. Die moet hij zelf dragen? Ja. Maar Danny is daar natuurlijk ook een belangrijke factor in, hè? Ja, die vrouw, mogen we even niet onderschatten, vrouw natuurlijk. Vrouw mag zich altijd zorgen. Ja. Die is bijvoorbeeld vreselijk bang dat ik ouder dan 100 word. Dus daar wil ze niet meer opgeschreven zitten met het probleem. Weet je wel? Dus dat hebben vrouwen. Gaat hij weer dol, hoor? Nee, dol niet. Gaat niet weer dol. Ik zei, Danny maakt zich daar zorgen over. Ook hetzelfde. Daar is het ook van gekomen, Danny. Ga jij hier staan, want jij vertelt het beter. Ja, hij is ook van gekomen dat Danny zegt, je gaat eerst naar een dokter toe en dit en dat. En dat gaat hij ook doen. Ja. Maar hij wordt al door goed bevonden, laat hem gaan. Ga jij maar weg. Hij wordt al door goed onderzocht en dan is de dokter altijd tevreden, volgens Johan. Hij eet en hij drinkt en hij doet alles. Hij is druk bezig met alles en ik geloof wel dat hij dit graag wil. En ik geloof ook wel dat het voor elkaar komt, denk ik. Ja, dan kunnen we allemaal rustig gaan slapen. Na deze woorden. Ja. Hartelijk dank. Dag jongen. Dag Dien. Hartelijk bedankt. Dag Cor. Heb ik wel wat met de griezelen. Johan gaat dus naar Amerika. Nee, ja. Schoonmoeder zegt het net. Helemaal voor de bak. Heb ik toch niks mee te maken. Ik heb te maken met wat Cruijff zelf zegt. Johan zelf zegt, er heeft een uitwisseling van ideeën plaatsgevonden. En beide partijen maken op dit moment hun huiswerk. Johan heeft zijn huiswerk al lang af, man. De bal ligt bij de KNVB. Nee. En sterker nog, de bal ligt op het bordje van meester Staatsen. Dat is de situatie nu.